vanmorgen. We zijn weer wakker. Ik had zo lekker geslapen dat ik op het laatste moment wakker werd voordat ik nog even, zodat ik nog even brood kon maken voor Christus. Hij heeft gelukkig nog brood mee naar zijn werk. Hij is net naar zijn werk toe vertrokken. Amy die moest nog drinken. Daar is het flesje. Hallo meisje. Die is even lekker aan het, trappelen. Dylan zit weer lekker aan de crackers. Goedemorgen jongen. Goedemorgen. Lily heeft hier een lekkere boterham met pindakaas nageslag. Of ja. Lekker? Heeft het allebei? Ja. Is het lekker? Jam jam? Nou, ze heeft even honger. Ik heb ook lekkere boterham met pindakaas en jam. En een boterham met vlokken. Lekker glas water. Goed drinken. Oh, je speentje zelf gepakt, Amy. Goed zo, meisje. Die is zelf een speentje in de mand. Grote meid. Ja. Ga je het vertellen? Ga je het vertellen? Hé, schatje. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hey. Knap het. Eet ik knap het. Mama. Ja, jongen. Ik wil het je nog een keer graag laten zien. Ik wil heel graag Pikachu nog een keer laten zien, dus ik zal het even pakken. Kijk, daar is de Pikachu die Dylan gisteren heeft getekend. Het is die mooi. Mm-hmm. Ik kan straks nog even misschien die lijntjes uitgummen, liever. Mooi! Daar heb ik die al uitgegumd. Oh, echt? Oh, die heeft hij al uitgegumd. Hij is mooi, jongen. Ja. Wauw, heel goed man, dan kan je heel goed tekenen, hè? Ja. Mooie staart erbij, wauw. Nou. Wij gaan even lekker eten. Het zonnetje schijnt vanavond. Hopelijk blijft het zo lekker. Is goed voor de moestuin. Dat is weer goed groeien. Nou, nogmaals, we gaan even lekker eten. Zo, we doen even lekker rustig aan. Dylan heeft wat pindaatjes. Even wat doppinda's. Lily. Even een lekker stukje koekje. Mama even een kopje koffie. Amy die denkt, ik ga je lekker draaien. Ai! Hey. Zie je jezelf? Hallo. Hallo. Ik moet even wat dingetjes op de computer uitzoeken. Want Dylan moet een nieuw identiteitsbewijs hebben. Dus ik moet even een afspraak maken bij de gemeente. Dat kan tegenwoordig via de computer. Dus dan ga ik even kijken wanneer we daar terecht kunnen. Dan moeten we pasfoto's maken. Dus of we maken, gaan vandaag pasfoto's maken. Als we vandaag nog een afspraak kunnen maken bij de gemeente. En anders volgende week. Dus ik ga even met een kopje koffie even dat uitzoeken. En dan gaan we straks kijken wat we straks gaan doen. Lily gaat even lekker een slaapje doen. Slaap lekker, Lily. Slaap lekker. Ik hoop dat het dit weer blijft. Dan kan de was lekker buiten hangen. Dan is het ook zo lekker droog en al zo lekker heerlijk fris. Dus ik ga nou eventjes van mijn crackertjes genieten. En ik hoop dat Amy zo lekker in slaap valt. Ga ik zelf nog eventjes een vlogje kijken. En ik ga naar buiten. Oh, Dylan gaat lekker naar buiten toe. Veel plezier, jongen. Veel plezier. Oh, even de zus kus. Hè? Oh, krijg ik ook een kus. Mwah. Tot straks, lieverd. Straks. Lekker spelen, hè? Ja. Zachtjes met de deur, lieverd, hè? Lily ligt op bed. Doei, doei. Doei. Ga je nog even slaapje doen? Slaapje doen? Moet je vertellen? Zie je lachen? Dylan is buiten even aan het voelen of hij zonder jas naar buiten kan. Kan het zonder jas? Ja. Oh, lekker, jongen. En dan gaan we voor de deur dan, oké? Ja. Hij zegt, ik neem voor de zekerheid neem ik een jas mee voor als het koud wordt. Wat wil je vertellen? Hi. Hi, pop. Heb je spintje gelaten dan? Ja. Lekker. Lekker liggen zo. Mooi zo, lekker beetje. Lekker slapen doen.
appen. Hier. Nou, ik ga dus even lekker van de krekkertjes genieten. Zo, het is weer tijd om lekker middag te gaan eten. Dylan heeft even lekker buiten gespeeld, de jongen. Ja. Het is lekker weer, hè? Lily is ook weer lekker wakker. Amy ook. Hè? Gaan we lekker eten. Ik heb nog wat champignonnetjes. Met taugé en ui. Heb ik lekker gebakken met wat kruiden erop. We hebben pindakaas. Oude kaas. Lekker. Dan hebben we pindakaas. Eerst één met pindakaas. Brood. Lekker kaas. Ja, had ik al gezegd. Gaan we lekker boterhammetje eten. Hè? Ja. Nee, is wel vanmorgen, toen straks een bordje. Ik heb net nog even een moestuin gekeken. Dat gaat ook allemaal hartstikke goed. Ze willen alleen vanavond wel heel graag water hebben. Want ja, met dit weer gaat het een beetje snel. Is het zo de aarde weer droog. Of de grond weer droog. Aan de tomatenplantjes komen weer kleine bloemetjes. Dus binnenkort hebben we weer lekkere tomaatjes. De tuinboom gaat super goed. In het begin hadden we iets van, wow, even kijken wat er gebeurt. Ook de sugarsnap, die doen het hartstikke goed. En de sugarsnap begint eindelijk omhoog te klimmen. En de tuinboom, die krijgt steeds meer bloemetjes eraan. Dat is super leuk om te zien. Dat is ook leuk aan een eigen moestuin natuurlijk. Ik heb net eventjes... Daar. Even deze potten, want ja, niet alles paste in de grond zoals jullie weten. Deze stonden al in de potten. Oh, deze pot zitten aardbeidjes aan de braam. We moeten binnenkort even kijken of de braam eruit halen. Want zoals jullie kunnen zien, overwoekert, of tenminste de aardbei wordt heel erg groot in de pot. Dus zonde van de braam, aangezien de braam ook heel groot wordt. En dan hebben we hier... Tomaat, die gaat ook hartstikke goed. Ik zal straks wel even een rondje in de moestuin doen. Maar eerst gaan we even lekker eten, Lily, toch? Hè? Even lekker eten. Oh, Dylan die is al de boterham met pindakaas aan het smeren. Maak je een dubbele, Dylan? Ik doe gewoon zo. Ja, maak je een dubbele? Doorklappen. De hoe? Klappen zo. Doorklappen of dubbelklappen? Dubbelklappen. Nee, oh, jij gaat klappen. Dylan zegt doorklappen en jij gaat klappen. Lily, klappes in de handjes, blij. Gaan we iets op je bord doen, meisje? Nou, we gaan even lekker eten, hè? Wij wandelen even lekker naar het dorp hiertoe. Want ik heb gisteren vogelvoer besteld van onze vogeltjes. Maar ik kreeg net een mailtje dat het morgen pas binnenkwam. Ja, de beestjes moeten toch eten. Dus we gaan even naar de dierenwinkel toe. Gaan we even een zakje voer kopen. Gaan we nog eventjes de andere boodschapjes halen. Amy zit hier lekker hangen. En Lily is lekker daar. Wat zie je, lieverd? En hier hebben we ons meer. Het is lekker weer, Dylan. Achter, daar zo, daar is een zwembad. Een stukje buiten zwemmen erbij. Hè? Moet je met papje zwemmen, jongen? Ja. Dan ga je binnenkort ook lekker op zwemles, hè? Heb je er zin in? Gaan we binnenkort even kijken, een keertje. Dan kijken wanneer ik al misschien kan. Ja. Leuk, hè? Dicht bij ons huis, hè? Ja. Ja. Dat is handig. Wat zie je? Oh ja. Misschien op de camera niet zo goed. Blijf staan, hè. Kijk, daar ligt een gansje. Tel het niet, hoor. Zo. Die ligt lekker rustig. Laat hem lekker maar rust. Kijk, ze vindt het zo. Kom maar, we lopen lekker rustig. Kan die lekker blijven liggen, Dylan? Oh, is mooi, Dylan. Ja. Daar ligt een blikje in. Oh, dat hoeft niet, hè. Dan gaan ze opruimen, hè. Toch? Die kant op. Weet je wat er staat? Hey, mama doet hem uit. Zo, we zijn even naar het dorp geweest. We hebben de boodschappen weer. Heel veel ligt daar
onderin een nieuwe fles voor Lily met een rietje. Zoals jullie gezien hebben, vindt Lily de rietjes leuk, hè? Ja, en we de boodschapjes hebben binnen. Kom maar, jongen. Ja, dat is nee. Dat is een stuk van een boom. Nou, wij helemaal terug naar huis lopen. Een half uur of zo. Hey, jongen. Ja. Amy is alweer lekker wakker. Oh, die kant. Hallo. Hallo. Nee, hoef je niet in beeld te tellen. Mimi. Hij zat. Is je lekker dut gedaan, hè? Stoere man. Hi, jongen. Hij zwaaien, Lily. Hij zwaaien, schat. Net was ze zich lekker aan het wassen, Dylan, hè? Ja. Vind je dat, schatje? Gansjes met de babygansjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 baby's. Oh. Die is hier lekker aan het drinken, hè, meis? Nee. Zo'n doorstel, lieverd. Ondertussen is het alweer 5:30. Dus we denken, we lopen toch even lekker door. Zijn we bij ons in de buurt. Dus ik denk nog 8 minuutjes of zo. Dan zijn we lekker thuis. Dus dan dachten we, dat doen we zo overleg, hè? Zo, we zijn weer lekker thuis. De meisjes even lekker alleen rondbaren, hè? Lekker. Het is wakker, mijn schat. Je moet je vogeltjes op je rompen. Ha, look. Ha, lieverd. Hey, schatje. Ben je zo blij? Lekker thuis, hè? Lekker thuis. Lily is blij met de nieuwe fles. Heb je een nieuwe fles, hè, Lily? Lily zit helemaal onder. Ja, dat is een nieuwe fles, hè? Maar een rietje, hè? Oh, oei. Ja, die is mooi, hè? Oh, wat kan je dat goed? Goed zo, lieverd. Mama, als dit ook smelt, krijg ik al meer water. Wat? Ja. Ze zijn super klein. Ik heb ijsklontjes in het drink gedaan. Dylan zegt, ze zijn super klein. Mm-hmm. Ja, die smelt wel, lieverd. Mm-hmm. De spa is kouder dan de ijsklonten, hè? Dus dan is het drinken was een beetje warm. Sorry, maar moet goed zeggen. We hebben net in de winkel gehaald. Als je een ijsklontje in doet, is het zo gesmolten. Lily zit zoals gewoonlijk, zit alles hieronder als Lily eet. Ze had lekker aardappeltjes met lekkere tomaatjes. Hè? En wij doen vandaag lekker makkelijk. Wij doen lekker even simpel, lekkere noedelsoep uit een pakje. Met lekker wat tomaatjes. En hier nog wat van vanmiddag van het eten van een champignonnetje, taugé en uien. Heb ik al. Lily fles. Dylan heeft het al op, heeft de tomaatjes nog. Dus wij gaan even lekker eten. Chris zal zo ook wel thuis komen, want die moest vandaag tot 7 uur. In plaats van 8. Van de man heeft ik vandaag vrijdags koopavond tot 8. Dus vandaag tot 7. Dus die komt ook. Even kijken, het is nu 7:05. Nou, dan is hij denk ik zo rond 7:55 thuis. Dan ziet hij de kindjes nog even. En dan gaan ze straks ook wel lekker naar bed. Want Lily heeft vanmiddag niet geslapen, zoals jullie gezien hebben. Dus hij zou wel heel goed slapen. Dus ik ga even lekker eten. Want ik heb erg honger. Dus naar zo'n wandeling. Dus wij gaan even lekker eten. Oh, zeg je daar. Zeg je daar. Hoitza. Zo, Chris geeft even. Chris is weer lekker thuis. We hebben net... Oh nee, Chris had op zijn werk gegeten. Ik wil zeggen, we hebben net gegeten. Maar dat hebben jullie al gezien. Chris denkt, ik geef de plantje even water. Want die hebben een beetje last van de warmte, zomaar zeggen. Deze paprika doet wel goed. Schat.
vind ik goed, ja. Ze hebben last van de hitte, hè? Kijk daar, geen cherry tomaatjes, een beetje ellende op een moment. Deze doet dan weer heel goed. Ja, het geduurde die plant, hè? Ja, je snapt ook niet. Maar als je dan kijkt naar de tuinboon, allemaal bloemetjes. Die doet het goed en de sugarsnap doet het zelfs goed. Aardbeien, man. Kijk, hier is al wat aardbeidjes aan. Kijk, het is helemaal hier in de braam groeien. Schat, we moeten deze in de braam moet echt even eruit weekend zo, oké? Ja, dan moeten we even kijken dan. In een andere pot even of zo, oké? Ja, dan moeten we maar even dat doen. Kijk, hier is ook een tomatenplant. Oh. Dat is lekker, hè? Zo. We zijn blij met jou. Huh? Ik zit ook al bloemetjes aan. Cherry, tomaat. Oh, hier ook. Ja, ja. Ik hoop dat het doorgaat. Worden deze zakken met grond allemaal opgehaald. Ze gaat ze op internet gezet. En iemand zei, zit het in zakken of ligt het nog in de tuin? Want ik heb interesse. Nou, ze zit in zakken. Alleen, toen zei Chris, we hebben ook nog twee schelpen vol met zand. Dat heb ik gemaild. Dus ik hoop, ga eens even kijken. Ik hoop dat hij het weekend op kan halen. Of alles of niets. Ja, of alles of niets. Ja, precies. Maar kijk, in die zakken kan er wel een beetje bij dan, toch? Ja, jij ging praten. Nee, jij zou praten. Een fijne avond nog allemaal. Wij gaan nog even een serie kijken. Verrassend. Verrassend, hè? Ja. Oh. En nog even een beetje muziek luisteren eerst. Want eindelijk een beetje muziek, een beetje goede muziek aan. Alpha Blondie, Jeruzalem. Hè? Voor de kenners, toch? Dat weet ik niet. Vast wel iemand die kijkt die het kent. Hè? Ja. Voor wie gaat slapen, slaap lekker. En voor wie niet gaat slapen... Goedemorgen, goedemiddag. Goedenavond verder. Je weet het niet, hè? Ja. Prettige avond verder. Ja. Of middag of ochtend. Oké. Bedankt voor het kijken. En tot morgen weer. Tot morgen. Doei doei. Doei doei.